Anke de Vries, je bent mijn moeder. Ja. En je bent kinderboekenschrijfster. Maar op een gegeven moment ben je ook collages gaan maken. Ja. Hoe is dat gekomen? Nou, ik hou ervan om ook te werken met mijn handen. En natuurlijk, als je boeken schrijft, dan werk je altijd met je hoofd en met je hart eigenlijk. Om te werken met je handen, je ziet onmiddellijk wat er ontstaat. En ik hou er ook van om evenwicht te zoeken en harmonie in de dingen die ik maak. Maar ik moet het ontdekken, dus ik weet nooit wat eruit komt. En het begint altijd met een stukje papier. En dan kun je dingetjes toevoegen. Eigenlijk net als je boeken schrijft, dan ontstaan ook steeds meer personen. Maar in de collages kun je met kleur, met vorm werken. En dat zijn voor mij momentjes van geluk. Als een collage af is, dan voel ik me heel gelukkig. Dan ben ik blij. En als ik dan merk hier in de galerie, als mensen dat ook mooi vinden, dat is natuurlijk, dan deel je iets.